Zo, lekker pik. Staan blijven. Ik ben aangehouden. Hallo, je mag motor even uitzetten. Oké. Achtervoet te voet. Staan blijven. 12.05, ik ben onderweg. Meldkamer achtervolging, gewapende persoon in het voertuig. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP voor Amore. Vandaag ga ik kapot met deze zieke Belgische T6, gemaakt door NN Modding. Alles van hun in de beschrijving is niet te krijgen. Nee, ook niet via mij, nee, ook niet via hun. Helaas pindakaas, het is volledig privé, maar ik super tof dat ik hem wel mag gebruiken. Ja, dus zoals je ziet, super uitgebreid en super gedetailleerd. Hier de kogelwerende vesten. Hier de lades met ook echt alles erop. Medische spray, mondmasker, fluoresje, verbanddoos, breekijzer, ijs, krabben, gevaren driehoek, streetmarker, spuugmaskers, lijkwaden. Het zal wel iets Belgisch zijn, neem aan dat het gewoon een laken is voor over een stoffelijk overschot. Hier zijn nog wat dingen voor op de straat, pionnen, etc. Een brandblusser, die hebben wij ook al hier zo. En nog wat doekjes met wat instanet of zoiets. Deze deur krijg ik even niet open. Ik weet niet wat hij nu gaat doen. Wat gaat hij doen? Hallo, dit is even normaal. What the fuck deed je nou net? Ah, de deur open. Ja, anders. Dat moet, doet hij alleen die kant. Weet niet. Ja, dit is natuurlijk ook super vet, hè. Politie. En ja, super tof. Ik ga niet in Belgisch praten zoals jullie willen horen. We krijgen de eerste melding van een tasjeslief. Ja, maar ik ga even kijken. Stap in, collega. 1, Lincoln, 18. Nou, prio 1 melding. En ja, hoe zat er ook alweer in België? Heb ik geweten. Heb ik me alleen nu niet op voorbereid. Dit zal de dief zijn. Maar we moeten even bij de mevrouw. Oh, wacht, die staat hier. Lekker geparkeerd ook. Die staat hier, hallo, wie, wat en waar. Oh, dat is hem, ja toch, dat dacht ik al. Hoe is het mogelijk, gek? Nou, jij stapt er achterin. In. Zo, lekker pik. Staan blijven. Ik ben aangehouden. Diefstal van een tas. Stoppen nu. Want als ik heel eerlijk ben, is de Belgische politie minder vriendelijk dan de Nederlandse, geloof ik. Als het gaat om... maar dat baseer ik puur op, op filmpjes die ik eens heb gezien. Eén collega vraagt om je bent aangehouden. Heb je nog dingen bij die je niet bij mag hebben? Zoals een tas misschien. Oh, wacht, nu vragen een transportje, maar dat hadden we zelf kunnen doen. Dat is verhoord. Ja, de collega's zijn natuurlijk wel Nederlands. Zeker hier aan Sandy Shores, ze hebben niet bij stilgestaan, sorry daarvoor. Okay. We gaan die tas even terugbrengen. Maar dan moeten jullie maar even mee doen, de ambulance is wel Belgisch. Maar de rest niet. Ja, police 1 en police 2. Maar... ik bedacht me net, laat ik lekker aan Sandy Shores gaan patrouilleren. En daar heb je geen police 1 en police 2. En police 2 is deze. Police 1 gaan we dus niet zien vandaag. Ja. Jammer, maar helaas. Wat ook super vet is, knipperlicht zit ook nog in de lichtbalk. En ik ben niet zo van knipperlicht gebruiken, omdat ik dat altijd vergeet. Maar ik zal het proberen. Dat scheelde niet veel. ja, het is nog niet glad, want dat hebben we nog niet ingesteld. En waarschijnlijk bij de video's die jullie... What the fuck, ik kom niet binnen. Waarschijnlijk bij de video's die jullie eerder hebben gezien, is het wel al glad. Dit heb ik veel eerder al opgenomen. Dit. Wel de sneeuw, maar niet de gladheid. Dus het is waarschijnlijk nog wel lang december. Voor jullie. Al verre
in december. Het zal geen kerst zijn geweest. Maar we weten het maar nooit. En hier in Sandy Shores gaan we grappige, rare voertuigen nog wel tegenkomen. Dus we gaan het... Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 6, 1, wat we allemaal gaan treffen. Alpha, Lima, 1, die slingen 3, een beetje. 3. No, can... Dus hier gaan we een stopteken geven. Goedendag, hallo. Hi. Voor mijn rijbewijs. Oké. Reden van de staanhouding is het. Reden van de staanhouding is het gevoel dat u was aan dat u iets heeft gedronken. Zou dat kunnen kloppen? Ik wil mijn advocaat, zegt hij. Oké, dat je bent inderdaad niet de antwoord verplicht op vragen die ik je stel. Je mag daarbij een raadsman raadplegen. Was je op je telefoon? Ja, sorry, dat was heel belangrijk. Ik heb hem niet gezien, dus daar ga ik je verder niet voor bekeuren. Je mag wel even blazen. Drugs wou die ook geen antwoord op geven of hij zegt van ik ben niet de antwoord verplicht. Heeft hij mij letterlijk verteld nu net. Oké, je hebt iets gedronken, is nog onder het limiet. Je mag even drugstest afnemen. Ik weet niet of ze die in België ook hebben. Die zijn negatief en negatief. Goed, ook al heb je onder het limiet gedronken, ben voorzichtig. Ik ga je waarschuwing geven. Ik mag verder weg vervolgen. Ik weet ook, ja, de taser werd ook gebruikt in België. In bepaalde gebieden. Waaronder dan Antwerpen. En kijk eens wat hier nou net op de deur staat. Nu ziet Sandy Shores er niet echt uit als Antwerpen. Maar we kunnen het ermee doen. In de verte zag ik... Nee. Net reed hij nog een motor rijden langs zonder helm, et cetera. Ik ken ze inmiddels, de motorrijders in Sandy Shores, dus die gaan we nog even zoeken. Zou niet ver moeten zijn, er zit geen kenteken op de trailer hier. Gevonden. Ja, het zal vast een andere zijn. Maar een motorrijder zonder kenteken, zonder helm. En alles gevonden. Of gespot. En die weet geloof ik ook al hoe laat. Oeh, paal, zo lekker bezig joh. Zo dan. Ja, dan moet je even daar langs brengen. Maar ja, België kun je... Sorry, ik wilde zeggen België kun je niet rijden. Maar ik maak hem niet af, ik heb hem toch afgemaakt. Ja, wat doe ik eigenlijk? Een kenteken check, terwijl er geen kenteken op zit. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 0-0, Yankee, Papa, Fox, 3-3. No, ja, nu heb je dus gewoon mijn knipperlicht kapot gemaakt door die knal. En mijn kenteken straf. Hallo, je mag motor even uitzetten. Oké. Okay. Sirene klinkt eigenlijk helemaal niet, hè? Hoe was het ook alweer? Het was niet dispatch, geloof ik. Dat zei iedereen wel, maar dat was het niet. Ik weet niet meer. Nee, ik weet echt niet meer. Dus ik zeg gewoon meldkamer. Achtervolging, motorrijder. Geen kenteken, geen helm. Hoge snelheid, nu niet meer. Golfkarretje for the win. Oh, het is off-road, maar dat heb je niet door als je zo. Kijk dat stuur ik tekeer aan. En ik voel mijn stuur tekeer gaan. Stoppen. Zo. Staan blijven. Staan blijven. Dat duidelijk toch?
ik kennis maken met mijn taser. Sean Deeltrekker! Hij wil doen met die hand, ook omhoog, ook omhoog. Ik vertrouw hem echt niet met die hand. Zag je, zag je dat? Goed, je bent aangehouden. Auw! Ik schrok me echt kapot. Ik riep al auw, ook al voel ik zelf helemaal niks ervan. Maar... Zag je dat? Ik zag het. We hebben nog dingen bij niet bij, maar ik ga even fouilleren. Daarna gaan we je motor laten afslepen en dan ga je achter ons bij ons in het bussie. En dan gaat jij mee. Oké. Ik ga je vastpakken. Ik ga geen rare dingen doen. Ik ga gewoon met me meelopen. Ik ga jou in ons bussie zetten. Ik doe het gewoon via hier. Want hier gaat de deur open en hier stappen ze in. Dat is geloof ik weer een fout van mij. Het zal door mijn vehicles meten of zo komen. Ik ga een takeltje voor deze motor. Deurtje dicht. Zo, deurtje is dicht. Mijn collega gaat achterin bij hem zitten. Als het goed is. Nee, toch niet. Maar er niks uit. Maar meestal de dichtstbijzijnde plek waar hij stond, in dit geval stond hij dus achter, stappen ze meestal in. Nu dus niet, dat is alleen maar goed. Of ja, officieel moet je bij je verdachte achterin plaatsnemen. We rijden naar het bureau en dan zie ik jullie zo meteen als we onze boef hebben ingesloten. Zo. Ik ga hem gewoon overdragen aan collega's. Hand over to another officer. En dan gaan we stiekem ons voertuig fixen. Oh. Niet doorvertellen hoor. Zet die alarmlicht in uit. Oh, helemaal gefixt. Hoe kan dat nou toch? Weer inzetbaar en we gaan kijken wat we nog gaan treffen. Qua meldingen, ja, nu zijn we natuurlijk bezig geweest, was het nog best rustig. Ik verwacht dat alle boefjes hier wel tevoorschijn komen. Ambulance vraagt onze assistentie bij een escort. Lekker laat ingespand. Volgen gewoon pannenkoek. Het is maar 400 meter en is redelijk rustig op de weg. Ik snap niet waarom hij mij nodig heeft. Maar dan hebben we wat te doen. Hè. We rennen tegenaan. Gewoon dooruit dat je automatisch volgt. Kom maar. Oh, alsjeblieft. Wat is dat? Een quad. Die moet ofwel een helm hebben, ofwel een riem. Ik zie eigenlijk geen van beide. Ik weet sowieso hoe laat het is als ik... Ik ga het volgende kenteken voor je nadrukken. 4, 3, papa, bravo, 8, dat is ook niet 7, zeker. 1. In traffic violation, proceed with caution. Ik ga ze uitschrijven, dan mag je verder lopen. Het voertuig mag dus ook niet
verder rijden, die moet je dus laten ophalen door iemand. Zoek zelf maar uit. Zullen we? Ja, eigenlijk wel, hè. Wat kijk je nou? Rijd door. Krijg stopteken van me. Die lijkt me wat sneller er vandoor te gaan. Ik weet niet waarom. Hoi. Een rijbewijs voor me. Jij krijgt een bekeuring voor geen helm dragen. Ik kan kiezen, geen helm. En dan mag je dus niet je weg vervolgen. Maar dat ga je toch doen. Ah, nee, ik kan je ook gewoon laten afstappen. Dus je mag afstappen, je mag niet verder rijden. Doordat je een helm hebt of een riem. Een gordel, maar die zie ik niet. Dus spannend. Fijn dag. We hebben onze Glock nog helemaal niet gebruikt vandaag. Ja. Bericht voor alle wagen. Een bericht voor alle wagen. Citizens reporting a suspicious vehicle in Sandy Shores. Rijdt u alsjeblieft prio 2. Any unit in the Sandy Shore area. Citizens reporting narcotics activity in Sandy Shores. Die vrouw die we naar de kant hebben gezet. Ja. Oh, wacht hier. Hun heb ik niet. Hun rennen wel weg. Maar ik heb ze niet zien staan bij het lab. En hij stapt uit. Staan blijven. Oh, verkeerde knop. Waar ben je nou? Waar is je nou? Ah, daar. Gewoon te voet. Staan blijven. Die heb ik net ook al gearresteerd. Die motor. Kom op. Zo. Wait there! Verdachte getackled, gaan door. Omdat ik niet de E kan indrukken. Kunnen nog eentje gaan naar die andere twee? Een collega vraagt om uw assistentie. Assistance required in Kom op, liggen. Sandy Shores. Rijdt u alsjeblieft prio 1. 12:05, ik ben al weg. Moet je van aangaan. Assistance required for a suspect placed under arrest in op knieën. Sandy Shores. Zet te blijven. 12:05, ik ben al weg. Dat is voor. Fouilleer hem nog even. Ik ga mijn T6 terugzoeken. Hallo. Dan kunnen die andere twee misschien ook pakken, want die rennen. Zover zijn ze niet. Ik drukte op F en op G alles tegelijk en toen... Ja. Is dat lab nou ook gaan rijden? Lap rijdt ook, of wat? Kom, stap in. Hoe is er aan op de trein af? Collega's rijden recht op de ene verdachte af. Rijdt u
Staan blijven. 12.05, ik ben onderweg. Nee, jullie pakken de verkeerde, pak die andere. Stoppen. Freeze! This is the police! Ben je dood? Nou, hij is dood. Oké. Dan pakken we die andere. Hier komen. Kom op, hè. Oké, aangehouden. Omdraaien, arm op je rug, hand op je rug en aangehouden. En jij gaat met mij mee. Heb je dingen bij die je bij mag hebben? En dan hebben we alle drie. Nee, duimpje. Oké, en nog een mes bij is in beslag genomen. Wat staat hier nou weer? Een dikke bak ook. Oh, dat is een verdacht voertuig natuurlijk. Ook al heb ik die melding aangenomen, die zal wel zijn ingespand. Ook deze geven we weer even naar collega's. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Wat heb je naartoe met verdachte voertuigen? Sandy Shores. Rijdt u alstublieft prima 2. Goed. Citizens report a possible disturbance in... Eens kijken. Een mogelijke overlast. Door middel van vandalisme. Of op basis van vandalisme. Wordt die ergens iets gesloopt? Kijk even uit. Daar ligt wel een boot. In de tuin. Hier zit er eentje te chillen. Frederik, oké, zullen we doen, Frederik. Goedendag Frederik, heb je toevallig gebeld voor overlast? Of iets? Dat is verhoord. We gaan even dit voertuig controleren. Daar zitten allemaal illegale dingen op. Volgens LSPD VAR. Zit ook ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 06 Charlie November Lima 907 Alex. Goeiedag. Mag even een ID zien. En waarom zal die dan vragen? Nou, die motor. De eigenaar daarvan, die wordt gezocht. Hij staat in jouw tuin, lijkt me. En dat ben jij. Maar bij jou staat weer geen. No active warrant. Lastig. Ja, en nog lastiger gemaakt. Het staat in zijn tuin, dus niet op de openbare weg. Dus ik mag hem geloof ik niet in beslag nemen als er iets niet aan klopt. Dus we laten het zo. Maar heel lastig, want... Maar ja, daarom ben ik geen agent. Hij staat in iemand zijn tuin. Er zitten illegale dingen op. Er zit geen kenteken op. De eigenaar wordt ook gezocht. Maar de eigenaar is... Alex, en Alex zit er in de stoel, maar als we zijn naam natrekken, wordt hij niet gezocht. Dus het is allemaal heel moeilijk. Maar nog steeds hebben we geen spannende meldingen gehad. En die wil ik wel nog hebben voordat we deze video afsluiten. En dan drukken we eens op X. Dispatch calling unit 6, call 20. Citizens report an assault and battery. Actie. Een gezocht persoon. We have a driver under the influence near the Alamo Sea. Nee. Attention all Sandy Shore units. We've got a 187 in Sandy Shores. Ja,
Nu zou je denken van dat is helemaal niet spannend. Maar jawel, want die schiet te vaak. Je loopt die. Ik ga zo staan. Liever ik dan mijn collega. Of liever mijn collega dan ik, sorry. En nu gaat ze weer niet schieten. Ze schieten altijd. Blijven ze staan. Hallo. Well, you know. Hold it! Hallo. Mijn een ID-kaartje. Ze schieten altijd. Ze pakken altijd een wapen in te schieten. En waarom zijn we niet? Goed. Ik mag even omdraaien. Ik ben bij deze aangehouden. Ik word nog gezocht namelijk. You're under arrest, dumbass! Ik ben niet al verplicht. Ik krijg een advocaat. We gaan gewoon echt voor die ene melding waar we echt weer alles helemaal over moeten gaan schieten. Officers report, we are code 4. No further units required. Ik wil die klok gebruiken. Rustig mensen. Hij gebruikt... Jongen. Waarom schoot je nou? Nu is mijn auto kapot. Gast. Oh, die wil ik aannemen. Transportje voor deze vrouw. Snel, snel. Transportje deze kant op. Ja, ja. Stap in. We hebben een transportje gevraagd, maar wij moeten naar die melding van een... Wapende. Stap in. Ja, oké. Okay. Laat maar. Ik weet niet wat hij allemaal is aan het doen. Maar er rijdt er iemand die gewapend is. En die rijdt hard. En de collega's zitten er al achter. Dat mensen... meldkamer achtervolging, gewapende persoon in het voertuig. Wat is deze? Uitstappen! Uitstappen! Handen omhoog! Zo. Hebben we toch nog geschoten. Wapens op je gericht, liggen blijven. Even kijken of er niemand anders een voertuig is natuurlijk. Oké, okay, ik ben aangehouden. Heb je wapens bij? Let op. Ik ga het transport deze kant op, want ik ben nu nog maar alleen. Ik ga graag een... vraagt om uw assistentie. Ja, dat, ik weet even niet wat ik moet zeggen. 12.05, ik ben onderweg. Geen wapens bij. Goed, nu ga ik de video beëindigen. Ik zou zeggen tot over een paar dagen bij een nieuwe video zoals altijd. Tot dan, doei!